hebben wij lang moeten wachten op de onthulling welke acteur de bodyguard gaat spelen. Nou, enkele momenten geleden kwamen we erachter dat er twee bodyguards zijn. Ja. Van de musical world. Oh, wat leuk. Je ziet alle musicals in Nederland. Hier, daar maak je verslag van ofzo. Ja, precies. Oh, wat leuk. Ja. Leuk. Mark, welkom. Ik hoop dat jij een stille hand hebt. Ja, heel leuk. Ik heb nog nooit gezien dat iemand uit losse pols doet. Goed zo. Jij hebt schrik. Romy. Het is een jaar geleden dat we het hadden voor het eerst over de bodyguard. Klopt. Dacht jij toen al stiekem? Nee, helemaal niet. Geweldig. Nee, gekke. Ik had ook nooit gedurfd te dromen dat ik ooit voor zo'n rol zou kunnen gaan. En na de Voice werd ik gebeld of ik auditie wilde komen doen. Toen dacht ik, tuurlijk wil ik auditie komen doen. Maar ja, wel gelijk van, ik vind het wel heel spannend. Want ik ben wel een musical dochter, maar ik ben geen musical meisje. Ik heb nooit spellessen gevolgd, nooit op een musical school, nooit op een dansschool. Lucia Martens, dat heb ik allemaal niet gedaan. Alleen gezongen. Ik heb me wel voorbereid. Ik ben gewoon auditie gaan doen, scènes gespeeld, gezongen. Natuurlijk wat ik wel een beetje, zeg maar, kan. Wat al mijn vak is. En toen binnen een week had ik de rol. Want toen belde Fons Casting, daar werkte er. Ja, echt ongelooflijk. Die belde op. Ik zat met mijn moeder in de auto. En ik zei, nou, dankjewel voor de rol. Ik ging op en ik zei, mam, ik heb de rol. Mijn moeder ook, oh, oké, top. En toen later echt zo, wacht even. Ik heb de rol. En toen gillen en gekte. En het was in februari, dus ik moest het heel lang geheim houden. Ja. Maar nu is het eindelijk out in the open en het is heerlijk. Antje, hoe trots ben je? Bijna onwerkelijk trots. Ik heb een heel onwerkelijk gevoel dat mijn meisje daar staat. En een avontuur 2 jaar geleden natuurlijk begon een beetje met The Voice. En dan met dit als vervolg. Dat is heel erg onwerkelijk. Een beetje, ik moet mezelf steeds in mijn arm knijpen. Ja. Maar huilen doe je niet meer. Ja, ik moest net wel even toen ik zo zag staan met het haar en die wind en dat gouden jurkje en dan zo bij zo'n vliegtuig en die Mark van Eeuwen erbij. Toen was het wel zo, jullie hebben geen kinderen. Maar als je kinderen hebt, het enige wat je wil is dat je kind een beter leven heeft dan je zelf hebt gehad. In alle opzichten, in de liefde, in financieel, emotioneel, in werk, gerelateerd. Dus ik hoop dat het Romy gegund is om nog een veel mooiere en grotere carrière te krijgen dan ik. Ja. En daar is dit natuurlijk wel een heel mooi begin van. Ze is goed op weg. Ja. Van je moeder dat jullie pas daarna de show gingen zien. Ja, klopt. Dacht je niet de hele tijd, oh jee, dit moet ik ook? Ik was de hele show aan het huilen. Ik dacht alleen maar, wat is het mooi? Wat doet zij het mooi? Ik heb Alexander Burke gezien in Schotland. De show is mooi, decor was mooi. En ik heb gehoord dat het hier nog veel mooier wordt. Ja. Het werd hier veel spectaculairder en nieuwe kostuums en geweldige show en dansen. Oh, ik heb nu al dansles en het wordt geweldig. Ja. Dus ik was toen in de show alleen maar van, oh, dat is zo mooi. Ik kan niet wachten om dit te gaan doen. Ik kan nu nog steeds niet wachten om dit te gaan doen. Wij waren al fan van jouw voorstelling voordat jij er ooit aan verbonden was. Ik ook. Ja. Ik ook. Ja. Wat wist jij van de voorstelling? Ik heb hem gezien op West End. En ik kwam bij een matinee ook, geloof ik. En ik dacht, nou ja, ik wil het heel graag zien. Dus ik ben eigenlijk speciaal naar Londen gegaan om bodyguard te kijken. Ik ging zitten, ik werd overdonderd door die muziek. En ik dacht alleen maar, oh please God, mag dit naar Nederland? Ja. En nog geen jaar later zijn we op de persdag van de bodyguard Nederland. Ja. Je moet natuurlijk ook een paar. Dat zijn de pareltjes van de show. Jazeker, ja. Maar je moet ook een paar goede Whitney Houston hits afstaan aan jouw zus Carolina. Yes. Wat vind je ervan dat zij met Saving All My Love ervan doorgaan? Nou ja, dat is een hele mooie, maar ik vind ook All At Once zingt ze volgens mij ook. En dit vind ik ook echt een mooie show. Maar goed, weet je, Carolina kan ook prachtig zingen. En
ik zing zoveel mooie songs. Ik kan niet wachten tot ik haar dat hoort zingen. Maar dacht jij toen al aan de zus? Of zag jij stiekem, omdat Heather Hadley daar stond, jouw collega Heather, Aida? Ik heb Heather trouwens niet gezien. Ik had Beverly Knight, die mij echt wegblies vocaal. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, ik dacht echt aan de zus. Ja? Ja. Vertel. Omdat ik op dat moment zat ik nog Sister Act. En zo'n diva rol, weet je wel. En ik keek naar die zus en ik vond het gegeven eigenlijk heel leuk. De zus is de stille, maar is eigenlijk de slechte van de twee. En zij gunt haar zusje alles, maar ook niks. Want haar zusje heeft alles en zij heeft niks. Mm-hmm. En ik vond het eigenlijk wel interessant, want ik dacht, het is een soort van de bad guy die niet echt de bad guy is. Nee. En ik dacht, dat is qua spel misschien nog wel interessanter voor mij dan Rachel. Ja. En de heer zei geprezen, de zus mag evenveel zingen bijna. Ja. Saving All My Love, in de oorspronkelijke versie dan, is helemaal voor jou. Ja. Ja, en dat is ook echt één van mijn favoriete nummers. Dus ik was er zo blij mee. En ik vind het gewoon leuk, weet je. Het is een hele nieuwe uitdaging. Mensen kennen me natuurlijk heel erg van Dolores en nu Dina, uitbundig en diva. Ja. En nu ga ik weer helemaal terug naar gewoon iemand die niet in de spotlight staat. Nee. Iemand die zijn carrière niet van de grond is gekomen en die in de schaduw staat van haar jongere zusje. Ja. Waar ze vervolgens ook nog alles voor doet, want ze is haar assistent. Ja. Je hoofdrol. Ja, dankjewel. Wat kende je al van The Bodyguard, de musical? De musical? Ja, ik zou eerlijk vertellen, ik wist niet dat er een musical van was. Dus ik... Als je onze website had gevolgd, dan had je dat geweten. Ja, maar dat ga ik nu doen. Ja. En ik ga ook die films bekijken. Ja, ik ken natuurlijk de film. Mm-hmm. En ik ben er toen voor... vrij vroeg stadium heeft de Fonds mij benaderd, de casting director van Stage. En die... En toen ben ik daar wat research naar gaan doen. En toen kwam ik inderdaad achter dat er een musical was. Ja, ja, kijk, ik zou soms denken bij films, die lenen zich niet echt voor een musical. Maar ik vind dus The Bodyguard leent zich echt, volgens mij echt uitstekend voor een musical. Aangezien natuurlijk in de film zelf natuurlijk ook heel veel gezongen werd. En het verhaal klopt het ook precies. Hij moet zo'n arrest beschermen. Dus ik denk dat dit gewoon dat betreft echt de perfecte film is om daar een musical van te maken. Dus daarom, ik denk dat het ook een groot spektakel wordt. Bram. Hoi Frans. Ik moet voortaan voor jou oppassen. Jij bent... Rachel Maron's belager. Dat klopt. Ja. Ik ga het flink moeilijk maken. Dat is de bedoeling althans. Toen je begon aan dit avontuur dacht je, die rol van die stalker, dat past mij. Ik werd er in de eerste instantie voor gevraagd. Omdat ik Ghost op een gegeven moment eigenlijk zou doen. Dan zou ik de Subway Ghost gaan spelen. Want die is van de baan gehaald. En Fons die belde mij op en die zei, we hebben een soortgelijke rol. En waar die jou aan gedachten zegt. Dus ik ga een psychopaatje spelen. Lekker. Ja. Ja, wat denk je daarvan? Om iemand te spelen die ons angst moet inboezemen. Ik vind het leuk en uitdagend. Omdat ik ben zelf vrij... best wel een goed zak eigenlijk. Vriendelijke, zachtaardige jongen. Ja. En nu mag ik dat dus gewoon eventjes helemaal aan de kant schuiven en gewoon een beetje naar gaan doen en zo. Ja. Dat vind ik wel tof. De Engelse bodyguard, daarin is de bodyguard een echte Daniel Craig-achtige James Bond. Hoe denk jij je bodyguard in te vullen? Nou, mijn gezicht kan ik niet zo heel veel veranderen. Maar, ik zie het verhaal toch al, in die zin, ik leg de nadruk toch meer op de onmogelijke liefde, denk ik, van de twee. Ja. En het liefdesverhaal. En ik denk de bodyguard, ik ben de bodyguard. Mm-hmm. Dus daar kan ik niet zo heel veel aan veranderen. En teksten zijn geschreven. En dat ga ik gewoon goed neerzetten. Jij hoeft niet te zingen, zei Albert net. Ik hoef niet te zingen, nee. Is dat voor jou een opluchting of denk je, verdeuring? Nee, geen opluchting, nee. Nee, het had gekund. Ja. Heb jij ervaring in musical dan? Of zing jij graag bij het aardappelschillen? Ja. Ik zing sowieso graag bij het aardappelschillen. Ja. Meestal eet ik mijn aardappels met schil. Dus dat... Nee, ik zing graag. Ik ben geen zanger, maar ik kan wel zingen. Toneelschool gedaan, dus daar gewoon
Ja. Nou, we vinden het jammer. In het oorspronkelijke stuk zingt de bodyguard wel. Mm-hmm. Dus wie weet beslissen ze uiteindelijk. Maar ik denk dat het stoerder is zonder. Nou, het lukte wel. Het ANP wacht op je. Wij zien jou in september. Is dit jouw eerste musical? Tenminste, de 6 jaar dat ik musicals volg, heb ik jou niet gezien. Klopt, ja, het is mijn eerste musical. Oké, goed. Dus dat betreft is het een debuut. Ja. Hoe kijk jij aan tegen die musicalwereld? Ja, ik kijk er heel positief tegenaan. Ja? Ja, ik vind ook dat er echt. Ik vind het niveau van musicals in Nederland ook heel erg hoog. Je kiest voor Mark van Ewen en Dave Mantel. Alles met Mark van Ewen vind ik prima. Gelukkig. Dus... zijn wij zeer blij. Ja, precies. Nu kunnen jullie verder ademen. Maar je zult vast in de pers krijgen. Hè, weer GTST-sterren. Wat heb jij daarop te zeggen? Ja. Daar kan ik alleen maar op zeggen dat mensen gaan voor een avond uit naar het theater toe. En wat ik ze wil geven is te denken, wauw, staat hij op de planken? En wauw, doet hij dat goed zeg? En ik heb ze allebei gezien. Ik heb ze allebei auditie zien doen. Te midden van velen. En de anderen kwamen misschien wat meer uit de klassieke acteerwereld. En dat was een vonk met onze Romy. En dat is het allerbelangrijkste. Dat je in de zaal zit en gelooft wat er gebeurt. En dat maken deze mannen waar. Altijd ergens al in de tweede alinea zeg je meteen, maar wij gaan het ook helemaal naar onze leest schoeien. Je gaat met hamer en bijt tot de keer. Ja, nou, het script is het script, hè, en daar moet je ook niks aan doen. Ja. Dat blijft hetzelfde, want het is gewoon een ijzersterk verhaal. Maar het leuke is dat je dat script op een hele andere visuele manier kunt gaan aanpakken. Wij gaan met een enorm LED-decor werken, dus daar zie je al die effecten van die concerten in terug. Maar als een stalker een dreigbrief stuurt, dat zou nu een dreigmail zijn. En die mail kunnen wij op allerlei manieren terug laten komen op die schermen. Als ze gefotografeerd wordt in de club waar ze dan staat te dansen, dan vroegen zij, oh, de foto is uitgelekt. Nu kun je de social media van de hele wereld laten zien waar die foto terugkomt. Ja. Dus we gaan het op een hele andere, moderne manier aanpakken. Waardoor je denkt, ja, dit is gewoon eigenlijk het verhaal van iedere grote ster van dit moment. Ja, maar het blijft draaien om het verhaal tussen de bodyguard en Rachel Maron. Het blijft, juist, het blijft zwijmelen. Ja. Het blijft het verhaal tussen twee zussen. Waarvoor de keuze ooit gemaakt is, de ene is de ster en de andere. Ja, die moet het maar begrijpen. Nou, die begrijpt dat natuurlijk niet. Nee. En die krijgt dan ook nog een heimelijke liefde voor de man die dan weer eigenlijk verliefd wordt op de zus. Het is gewoon een heel mooi verhaal. Ook een klein verhaal. Het zijn maar een paar rollen. Ja. Maar die allemaal iets heel moois te spelen hebben. Ja. We kijken er naar uit. Je wordt onze buurvrouw zowat. Yes, gezellig. En 13 september gaan we in ieder geval van jullie kijken. Van jullie genieten. Dankjewel. Tot ziens. Dank. Op 13 september zitten wij met trots toe te kijken. De allereerste show is dat. Oh, pressure.